Bij u werd de diagnose antistofdeficiëntie gesteld. Een antistofdeficiëntie is een afweerstoornis waarbij bepaalde witte bloedcellen of afweercellen onvoldoende of geen antistoffen maken en waarbij deze antistoffen ook minder goed werken. De afweercellen die normaal gesproken antistoffen maken zijn B-lymfocyten antistoffen zijn belangrijk in de afweer tegen ziekteverwekkers zoals bacteriën en virussen. Bij een tekort aan antistoffen en of een verminderde functie van deze antistoffen... is er een groot risico op infecties en kunnen infecties ook ernstiger verlopen. Mensen met een antistofdeficiëntie hebben vaker last van luchtweginfecties... zoals longontsteking, bijholteontsteking, oorontsteking en daarnaast maagdarminfecties. Het is belangrijk om infecties snel te herkennen en te behandelen... omdat steeds terugkerende infecties uiteindelijk schade kunnen geven aan de organen. Denk aan chronische longschade met afname van longfunctie bij steeds terugkerende luchtweginfecties. Naast het verhoogde risico op infecties kunnen er bij sommige antistofdeficiënties ook andere complicaties optreden, zoals auto-immuunziekten, en is er een hoger risico op kwaadaardige ziekten die ontstaan vanuit afweercellen, zoals een lymfoom. Het is dus belangrijk dat u onder behandeling blijft bij een specialist, zodat er regelmatig controles kunnen plaatsvinden op het ontstaan van deze complicaties, zodat wanneer nodig ook vroegtijdig kan worden ingegrepen. De behandeling van antistofdeficiënties bestaat uit antibiotica wanneer er een infectie is. En ook kan een onderhoudsbehandeling met antibiotica overwogen worden om herhaalde infecties te voorkomen. Daarnaast kan de behandeling bestaan uit toediening van antistoffen via infuusen. Deze antistoffen worden gewonnen uit gezonde bloeddonoren. Bij auto-immuuncomplicaties kunnen behandelingen met ontstekingsremmende medicijnen worden overwogen, zoals prednison.